Ik ben Kasper en dit is mijn verhaal. Daphne was verreweg de mooiste huisarts die ik ooit had ontmoet. Verdrinkend in haar smaragdgroene ogen stelde ik mij voor hoe het zou zijn om samen over een hagelwit strand te wandelen. Ik zou haar rug strelen en zeggen: jij bent het antwoord dat al mijn levensvragen overbodig maakt. In plaats daarvan zei ik: ik geloof dat ik de situatie mogelijk verergerd heb door mezelf per abuis met een fietsadel te penetreren. Ik legde uit dat dit kwam doordat mijn echtgenote een kinderzitje voor op mijn fiets had gemonteerd. Dat vereiste een nieuwe manier van op- en afstappen, waar ik intuïtief en reflexmatig gezien nog aan moest wennen. Voornamelijk bij stoplichten voor drukke kruispunten. Daphne knikte begrijpend en zei dat ik mijn broek maar moest uittrekken. Liggend op mijn zij en starend naar de hagelwitte muur, voelde ik haar gehandschoende wijsvinger in mij verdwijnen. Dat is inderdaad een joekel van een aanbij, zei ze, met het verlegen enthousiasme van iemand die op een zakelijke receptie een jeugdvriend ontwaart. Terwijl ik met de grootste voorzichtigheid naar huis fietste, vroeg ik mij af of Daphne die nacht ook van mij zou dromen. Ik hoopte eigenlijk van niet.